kut. Next. Volgende vraag, jij. Oh, ons gebeurt gewoon zo. Je hebt staan doen. Hey iedereen. Ja, zoals jullie weten. Nee, zeg jij maar. Oh ja, ik was even begonnen. Oké, zoals jullie weten gaan Shanifa en ik een Q&A doen. We hebben jullie gevraagd om ons vragen te stellen. En we hebben heel veel vragen gekregen, dus... Je houdt vandaag wel aan. Dat moet je wel doen, wat je wilde zeggen. Ja. Trouwens, ik heb me niet voorgesteld. Ja, voor echt, for real. Ik ga maar in. Ja, voor echt, for real. Ik ga maar in. Ja, voor echt, for real. Ik ga maar in. Ja, voor echt, for real. Ik ga maar in. Instagram naam zeggen. Mijn naam is Fenty CL. En I'm her best friend. Ja. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Die mag jij beantwoorden. Nee, waarom moet ik alles doen? Ze denkt dat ik de clown ben of zo. Maar zijn nichtje was jarig. Mijn nicht gaat met haar oom. En en toen ging ze helpen met opruimen. En ik voelde de vibe meteen van, oh hey best friend. Nee, grapje. Nee, maar toen gingen we elkaar helpen of zo. Ja, we gingen elkaar helpen met schoonmaken. En ze was gewoon aardig en zo. En I was like, oh you're so nice. En ik voelde de vibe meteen. En from that day I knew this is gonna be my best friend. Ja, hoe lang ga je met je vriend? we kennen elkaar eigenlijk 2 jaar. In die 2 jaar hebben we elkaar beter leren kennen eigenlijk, om het zo te zeggen. Maar we gaan echt officieel 3 maanden. 3 maanden. Hebben jullie een relatie? Oh, bedoelen ze met elkaar? Nee, gewoon jij en ik. Gewoon apart, bitch. What the fuck? Hey, sommige mensen vragen zichzelf zulke dingen af. Maar in ieder geval... Zoals jij, ja. That is none of your business. Jij bent apart. That is none of your business. Next question. Okay. Hoe is het om met een voetballer te gaan? Is het anders moeilijk, veel vrouwen? Ja, hoe is het om met een voetballer te gaan? Het is gewoon eigenlijk normaal. Net als elke andere jongen. Oké, tuurlijk heb je gewoon meer dingen. Je gaat naar wedstrijden en zo, maar... Ja, het is eigenlijk gewoon hetzelfde. En voor jou? Hoe is het om met voetbal? Het is gewoon normaal. Snap je? Het is 50-50 om het zo te zeggen. Because we are our own money on this side, you know. Yeah. Maar we are in the het is niet moeilijk. Ik vind het niet moeilijk. Je moet sowieso een goede band hebben. En goed kunnen communiceren. Dat sowieso. Yeah. En veel vrouwen. Ja, veel vrouwen heb je bij rappers, bij andere jongens ook, vind ik persoonlijk. Yeah. Iemand vraagt, what's your type? White, Asian, light skin or dark skin? Everything black. En je hoeft niet per se dark skin te zijn of zo. Nee, maar precies. Maar gewoon, you have to have black in you. Ja, bij mij hetzelfde. Kijk, ik val op light skin en op dark skin. Ja. I don't care. Ja. Gaat ook echt om hoe je bent hoor. Serieus. Ja. Hoe gaat het met je? Bij mij gaat het goed. Nee, bij mij gaat het goed. En met jou? Mijn leven gaat echt goed eigenlijk. Ja, behalve deze quarantaine. Ja, precies. Dat fuckt echt. Ook gewoon met werk en zo. Fucking up my bag. Serieus. Maar voor de rest gaat alles wel hoe het hoort te gaan. Dit is de lekkerste. Hoe gaan jullie met ruzies om? Waarom maak jij reclame voor die mensen? Ga je niet betalen? Maakt me niet uit. Maak je reclame in de pink. Dit is echt lekker. Ik zweer. Dit is echt... Van jullie wordt het... Nee, hoe gaan jullie met ruzies om? Gewoon met elkaar? Met elkaar, of... denk ik. Oké. Ja, we hebben niet zo vaak ruzie gekregen eigenlijk. We hebben nooit ruzie gekregen. Alleen die keer in Londen, maar dat is geen ruzie, man. Vertel jij maar wat er was gebeurd. Okay. A little story time, you know. Dus we waren ergens gaan eten. En mind you, we hadden echt 3 dagen achter Notting elkaar Hill alcohol was het. Tijd van Notting Hill. We waren bij Notting Hill. We hadden echt 3 dagen elkaar achter elkaar gedronken. We hebben nog steeds alcohol in ons systeem. We gaan uit eten. We drinken glaasjes wijn, cocktails en zo. Eindstand, we kregen 1 domme... meningsverschil op straat, kregen we ruzie, gingen we nog elkaar flesje. Zij zegt, ik weet niet wat ik tegen haar zei. Nee, een jongen kwam me aanspreken. Ja, maar dat is te lang als we dat gaan vertellen. Nee, gewoon even snel. Okay. Een jongen kwam me aanspreken, hij wilde van ons horen of zo. En hij wilde gewoon vervelend doen. Ja, klopt. En ik deed gewoon heel bot. Maar zij was bang dat van, ja, we zijn in een ander land, straks gaat hij hier steken of zo, weet je wel. Dus... of straks zit inpas. Ja. Dus ik heb geen zin dan. Liever negeer ik je. Ik deed alsof ik hem niet versta. Zij
Hij is tegen ons van bitch, ze gaat boos kijken. Hij weet toch dat... Nee, hij zei iets. Hij zei iets met bitch. Dus toen zei ik tegen wie praat hij zo? Ik kon dat echt niet doen als ik het niet had gehoord. Maar mij boeit het niet. Like, you can call me all type of bitches, my nigga. I don't care. I don't know you. You bum ass nigga. Dus dat boeit me niet. Ze zei erop in. Dus ik was echt helemaal geïrriteerd. En nog met die alcohol in hun systeem. Was alles heftig geworden. Dus ik zeg tegen haar van test me niet en zo. Zegt ze kom dan, kom dan. In mijn hoofd denk ik, this bitch really trying to fight me. Ik zeg test me niet en mijn hoofd werkt niet goed. Bla bla bla. Ze zegt kom dan. Ik dacht fuck you bitch. Dus hij zag in Sarah boven in ons hotel. Ging ik Shantifa bellen. Om me te kalmeren. Toen daarna ging ik ook naar boven. Misschien na 20 minuten of zo. En toen ging ik naar de wc. Mami begon eerst met huilen. Jij? Ik was Ik was in de wc en ik weet niet waarom ik ging huilen, maar ik ging huilen. Oh, ik vond het zielig. En toen kwam zij. Maar we gingen al praten over van dat was echt niet nodig en bla bla bla, toch? Oh, ja. Ja, klopt. En toen kwam ik een beetje met opkropping. Zij zei vond het niet leuk. Zei ze van ja, je kon me toch al zeggen. Bla, bla, bla. En toen gingen we huilen samen in de badkamer. Gingen we knuffelen zo. Oké, en dat was de grappigste wat we ooit samen hebben gemaakt. En dat was onze enige ruzie. Echte ruzie, ja. Dus, ja. Sinds je abonneetjes. Ja, hoe we dat hebben opgelost dus. Dus eigenlijk de vraag. Huilen. Ja. Gewoon eerlijk zijn. Want Elsa, daar heb ik echt alles op tafel gezet van dit. En zij vond het niet leuk dat ik dingen ging opkroppen en zo. Maar ik ben wel een beetje zo. En, ja. Maar verder hebben we geen ruzie. Dus het is ook... Ja. Ik ga gewoon met ruzies om. Oh ja, maar gisteren hadden we nog een soort van meningsverschil. Maar we praten gewoon hoor. Ja, wij praten gewoon. Ook al is het irritant, denk je van, ugh. Ja, maar wij praten. En ook al ben je met elkaar eens, gewoon praten man. Ja. Zeg gewoon wat je issue is. Ja. Ga niet dingen achter. Serieus. En dat helpt ook gewoon bij je relaties. Los van vriendschap, ook je relatie, dat helpt echt. Serieus. Dus ja man, dat is jullie antwoord. Communication is key. With your boyfriend. Ja, ik bel gewoon heel vaak met Delano en mijn ouders. Ze spelen nu heel vaak spelletjes beneden. Het is echt heel leuk. Ja. Tot laat in de avond, 4 uur in de nacht of zo. Vreed naar pot met kaarten. Wat erg leuk. In mijn quarantaine, ik ben gewoon bij mijn nicht en mijn kinderen. Because thuis is te saai. En mijn kinderen is gewoon leuk. Ja, klopt. Ja. En ik heb ook een hondje nu, dus dat is ook heel leuk. Het is ook echt... Die eist ook heel veel aandacht. Dus he dat looks is ook just leuk. Like his daddy. Oké, wie van jullie wordt het snel boos? Weet je wat het is? Ik word niet boos, maar ik raak om alles geïrriteerd. Ik heb ook meestal op alles commentaar. Ik vat alles persoonlijk op. Dus ik kan gewoon snel van dit gewoon dat maken. Ja, serieus. Het is echt zo. Ja. Wat vinden jullie leuk aan elkaar en wat vinden jullie irritant van aan elkaar? Begin jij, ik begin altijd. Wat vinden jullie leuk aan elkaar? Wat vind ik leuk van jou? Wauw, moet ik even gaan nadenken. Maar je hebt een zelfzoon hier. Waar? Daar. Nee hoor. Is een zelfzoon, wat is het? Nee. Dat heb ik hier, broer. Oké. Ze is heel positief. Als het met je meent, gewoon, snap je? Kijk, sowieso als het niet met je meent, is ze geen vriendinnen met jou. Maar als het echt met je meent, dan is ze gewoon heel... Ze wil het beste voor je, laat me dat zeggen. Ze wil echt het beste voor je. En dan niet dat ze het zegt, van ja, ik wil echt het beste voor je. Weet je, bij sommige vriendinnen, ja, ik wil echt het beste voor je. Nee, bij haar zie je het ook gewoon. Dat is wel echt iets wat ik van haar gewoon leuk vind. Ik ga hallo. En, don't cry, bitch. En wat nog meer... Ja, ik weet niet man. Ze is ook echt te vertrouwen, ik zweer. Ik zeg weinig. Het is weinig bij me, weinig mensen. Ja, ze hebben niet man. Wow, I know just nobody. Ja, ik ook niet. Maar zij heeft gewoon uit. En wat vind ik irritant aan jou? Jij dat snel geïrriteerd worden, wat ze net al zei. Wat vind ik het leukste aan jou? Ja. Natuurlijk wat je van mij zei, ook bij jou. Maar wat vind ik echt het leukste aan jou? Weet je, ik vind het eigenlijk leuk dat je niet met andere mensen omgaat. Ik weet, het is gewoon... Dus jij hebt me voor jezelf bedoel je? Wow!
Maar ik ben gewoon zo, like, I don't want my friends to have too much friends. Nee, en dan voel ik me niet special. I need to be special. Ja, ze is echt straight. Ze zegt alles eerlijk, alles. Ook al wil je het niet horen. Ook als het gaat om relatieadvies of zo. Stel je voor je vriend doet iets en zo. Andere mensen gaan het echt mooier maken dan het is. Zij zeggen gewoon van, hey shit. Ja. Wat je met die info wil doen, doe wat je ermee wilt, maar hey shit. Gewoon zo, het is gewoon straight. Ik vind dat echt leuk. Ja, dat je eerlijk bent. Oh, niet leuk. Soms kan je echt in verdediging schieten voor niks. Ja. Net als toen we Vrede naar Pot gingen spelen of zo, gingen we praten met Della over mijn verjaardag. Opnieuw. Wat zeg? Toen we Vrede naar Pot gingen spelen, toch? Ja. Gingen we praten over mijn verjaardag en zo. Ja. En ik deed echt van, je bent echt raar en zo. Maar ik vond het gewoon grappig. Maar Della zei ook van, je bent echt raar, je bent geen echte vriendin en zo. Toch? Tegen jou. En ik vond het persoonlijk op. Maar ik zag gewoon pas, ik word er niet grappig van. Houden jullie niet je mond, maar. Ja. En ze kan dingen echt persoonlijk op. Of toen ik vandaag tegen je zei, gisteren tegen je zei van, iets met, je doet laks of zo. En dan ga je echt meteen van, oh, ik heb geen lak aan je. Oh ja. Zou ik niet weet ik veel als ik lak aan mensen. Nee, maar ik lees het dan gewoon. Verdedigen. Ja, ik weet niet wat het is. Kijk, omdat ik zo straight ben, toch denk ik dat andere mensen wanneer ze iets zeggen, dat ze het zo bedoelen. Dat ze het ook straight mee. Yes. Zo, ik weet niet, man. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, man. Oké, next question. Next question. Wie geeft de beste relatieadvies? Beide eigenlijk, hoor. Kijk, jij bent gewoon niet goed in je eigen relatie. Dat is echt zo. Maar dat is als je bijvoorbeeld mij tips moet geven of zo, ik zweer je, geef echt goede tips. Volgende vraag. Next question. Waar zien jullie jezelf over 5 jaar? Nee, maar bij wie geeft de beste relatieadvies? Oh, hebben we die al? Ja. Oh, nee, die hebben we al. Oké. Waar zien jullie jezelf over 5 jaar? Ik weet niet, I live day by day. Niet. Kijk, ik ben sowieso bezig met bepaalde dingen die ik natuurlijk over 5 jaar wil bereiken in mijn leven. Maar niks is vast, snap je? Ja, precies. Over 5 jaar wil ik kinderloos genieten van mijn leven. Ja, dat weet ik niet. Ik hou wel van kindjes. Maar... Ik hou ook van kinderen, maar over 5 jaar ben ik hoe oud? Nog te jong voor kinderen. Hoe oud ben jij? I'm not seeing that on camera. Wauw, over 5 jaar ben ik... 25. Dat weet ik niet. Ik wil rond mijn 28ste beginnen met kinderen. Nou, beginnen, dus dat betekent niet dat ik dan begin. Ja. Ik weet niet, ik heb daar geen tijd voor. Ik wil gewoon de wereld reizen en zo. Ja, dat snap ik inderdaad. Sowieso later wel iets voor mezelf hebben. Laat me dat sowieso vastzetten. Maakt niet uit wat het is. Daar ben ik ook een beetje aan het struggelen. Of misschien dat het meerdere dingen zijn. Maar laten we ook wel gewoon iets voor mezelf hebben. Snap je? Dat ik gewoon echt iets zelf heb opgebouwd. Dat ik dat kan doorgeven aan mijn kinderen. Wie is het meest loyaal? In de zin van? Voor relatie of ik zo? Dan, ik ga ervan uit van vriendschap. Beide denk ik, man. Ja. Als iemand iets minder loyaal is dan de ander. Denk wat ik is het voor rare vraag? Hè? Denk ik dat je vriendschap sowieso op niks is. Dat zeg ik je eerlijk. Toch? Eerlijk. Als iemand meer loyaal is dan een ander. Dan betekent dat die ander een beetje fake is. Ja, dan is vriendschap niet wederzijds. Waar komen jullie vandaan? Suriname, point blank. Ik ga nooit Nederland claimen. Ja. Als een land van afkomst. Ja, ik woon hier, maar ik kom niet van. Ja, nee. Ik ben ook gewoon Surinaams. Ja. Maar ik woon in Amerika. Ja. Zeg meteen je adres en je paspoort. Nee, man. Voor de stak. Oké, dit is mijn favoriete vraag, jongens. Oké, iemand vraagt mij, wat vind jij eigenlijk van jezelf, Shanifa? Dat is een vraag die ik heb gekregen. Vind ik echt een hele leuke vraag eigenlijk. Ik vind mezelf geen lelijk meisje. Ik ben heel toestrevend. Als ik iets wil, ga ik ervoor. Eigenlijk, tuurlijk heb ik ook minpunten, snap je? Soms denk ik te veel na. Soms ben ik echt te snel klaar met mensen, maar ook echt te snel. Ik ben net als iedereen, snap je? Op deze vraag wordt gewoon echt gesteld alsof ik alles ben. Maar ja, dat dus eigenlijk. Oh, wanneer ga je een YouTube maken? Je eigen YouTube maken? Nooit. Next question. Hoe zijn jullie vrienden geworden? Ook al, hoe zijn jullie plotseling zo goed geworden en waar blijf? Puntje. We zijn niet plotseling vriendinnen geworden. We zijn al lang vriendinnen. En waar blijft? Puntje. We don't know. We don't know. We just care. Minding our own business. Yeah. Next question. Yeah, what the fuck?
Stel je zit in een relatie en je vriend gaat vreemd met de vriendin van jouw beste vriendin. Kijk, stel Chandel bijvoorbeeld een vriend, toch? En die gaat vreemd met jou. Is mijn beste vriendin, toch? Snap je wat ik bedoel? Dus die vriend gaat vreemd met mij? Ja, en het is die vriend. Ja, snap je wat ik bedoel? Nou, laat me deze vraag goed lezen. Oh, wow. Stel dat ik in een relatie zit. En mijn vriend gaat vreemd met mijn beste vriendin. Oh. Snap je? Ja. Kijk. Shaniva moet sowieso van zichzelf weten hoe ze het moet aanpakken. Dat is gewoon waar ze zichzelf gaat bewijzen. You loyal. Ik hoef niet aan jou te zeggen van wat je tegen je vrienden moet zeggen. Nee. Je moet weten wat je tegen je vrienden moet zeggen. Ja. En I will beat Chandel ass. Shout out to Chandel. but I would beat her ass if she was shitty with my boyfriend. Ja, weet je het is? En als jij gaat het ook niet doen, zou ik je ook beat her ass. Ja, nee, ik snap het. Weet je wat het is? Gooien, maar. Weet je wat het is? Zij zou dat ook niet doen. En dat is ook gewoon hoe je je vriendinnen moet uitkiezen. Yes, dat is wat ik bedoel. Je moet gewoon je moet gewoon goed kiezen wie je eigenlijk wilt in jouw leven. Ja, het feit dat Chandel al jouw vriendin is, is gewoon raar als ik op haar vriend zo ingaan. Ja, klopt. En dan zie ik ook gewoon hoe bijvoorbeeld. Want ik zet haar dan in een rare positie. Precies. Ik hou daarover. Precies. En dan is dat denk ik ook gewoon afscheid nemen qua vriendschap, zeg ik je eerlijk. Want wat jij dan doet met mijn vriendin, kan je ook, doen met mij. Snap je? Oké, en dan nog eentje. Verwacht je dan dat jouw beste vriendin de vriendschap beëindigt met haar vriendin die met hem vreemd ging? Of mag ze nog met haar omgaan? Als je nog met haar zou omgaan terwijl ze vreemd gaat met mijn vriend, zou ik automatisch afstand van je nemen. Of ik zou je zeggen van, deze vriendschap werkt niet meer. Ja, dat zeg ik. Dat zou ik ook doen, man. Mijn vriendin kan niet omgaan met de ops. En als je dat doet, ik weet niet, ik vind je raar. Ja, nee, ik ben daarmee. Misschien zijn er andere mensen die hier heel anders over denken. Ja. Maar zijn dezelfde mensen. Kinderachtig, van hoe zeg je kinderen meer? Maar het gaat niet om kinderen zijn. Of it's about loyalty. Ja, maar dat zijn ook dezelfde mensen die dan telkens op Snap zetten met friends are fake en al dat soort dingen. Ja, dat zijn die mensen die telkens dit soort dingen pikken van vriendinnen. Laat me dat zo zeggen. Zou je iemand daten die al een kind heeft? Waarom dan? Nee! Omschrijven jullie elkaars persoonlijk? Persoonlijkheid? Persoonlijk? Nee, ik vind het een beetje een rare vraag. Omschrijven jullie elkaars persoonlijkheid, ga ik maar uit. Ja. Shaniva is super serieus. Ze is echt serieus. Hoezo? Kwaad leven. Ik ben meer een grappen maken van, doe dit wel. Maar als zij zegt, ik ga dit doen, ik moet dit doen. Ze is gewoon serieus. Zij is echt toekomstgericht. Ja. En ze is super. Ze is gewoon georganized. Je weet toch die mensen die gemene grapjes maken? Zij vinden dat leuk. Hoe gemener die joke, hoe grappiger zij het vindt. Daarom passen zij en de vriend bij elkaar. Ze echt. Ja, true. Emma, fuck met jou, dat is niet goed, hè? zoals ze zelf al zei, ze ziet wel hoe het gaat, zeg maar. Maar dat kan ook iets goed zijn, vind ik. Want je laat het gewoon op je afkomen. Dus ik bedoel, kijk, stel je bent gewoon tunnelvisie en doelgericht naar jouw toekomst. Dan zie je bijvoorbeeld niet je andere mogelijkheden in het leven, snap je? Dus dat kan jij wel gewoon goed, daar kan jij gewoon goed mee omgaan. The nature is En ja, ik vind het gewoon een hele lieve meid. Dat zie je ook gewoon echt mag. Het is heel gevoelig. Wow, what the fuck. Ze is echt gevoelig. Jullie een reden om jullie vriendschap te beëindigen? Oh ja. Zo'n fake snake shit. Ja. Ik zeg je eerlijk, als ik er ooit achter kom. Maar ik weet dat jij dat dan gaat doen. Nee, want dat jij bijvoorbeeld iets persoonlijks van mij aan iemand Dat is de enige reden dat onze vriendschap is kunnen beëindigen. Verder is er geen andere reden. Verder kunnen we alles uitpraten. Ja, klopt. Waarvoor kan iemand je echt wakker maken in de nacht? For a good tea. Ik hou wel van een tea. Van, heb je gehoord dat de. Ja. Wakker, want het boeit me niet. Ik ga gewoon aan de telefoon blijven. Ik ga niet zeggen, ik ga slapen. Ik wil het horen. Ja, ik ook. Festival of clubfeestjes. Ik heb liever festivals, jij? Ik heb liever club. Ja, ik hou niet van drukte, dus ik kan niet in drukte zijn en daar heb ik niet gedronken. En ik vind in de middag drinken raar, festivals. Ja. Dus daar ben ik gewoon liever in de avond, in mijn vibe, gewoon. Zouden jullie een relatie beginnen met een topcrimineel? Nee. Oh, dat is niet. Nee, het is gewoon niet waard. Nee, why?
En je wilt ook een toekomst. Dan moet ik echt al verliefd op diegene zijn of zo, maar het gaat echt moeilijk zijn om met diegene te blijven. Ja, klopt. Nou, het is moeilijk. Je hebt geen vrijheid ook, helemaal niks. Ja, en je zet mijn leven in gevaar. Die van mijn familie. Mm-hmm. Van jou of zelf. Zijn jullie voor of tegen abortus? Leg uit waarom, maar hou rekening met gevoelens. Ik weet niet waarom, ik wil niet lachen, want ik vind het altijd zo'n rare topic. Ik ben voor abortus, mm-hmm. Dus dat je het doet? Ja. Ja, oké, okay, onderbouwen dan. Oké, okay, ik ben ervoor omdat je als vrouw zelf mag bepalen wat je met je lichaam doet. Dus, en ik begrijp gewoon dat sommige mensen in een situatie komen te, kijk, je moet het niet voor de lol doen, maar als je echt een geldige reden hebt, wie ben ik om te zeggen van, nee, hou het. Ja. Oh. Yeah. Ja. Sorry, ik ga je kind geen eten geven of zo. Nee, precies. Niemand gaat het voor je doen. En sommige mensen willen ook niet, want ze weten gewoon dat ze geen goede ouders worden. Ja. En dan straks gaan ze dat kind wel houden. Denken dat het kind gaat veranderen. Maar dan gaan ze slecht tegen het kind zijn. Kind gaat naar jeugdzorg. Kind wordt een of ander crimineel. Het is gewoon, je kan het gewoon voorkomen. En eigenlijk heel neutraal. Voor en tegen. Maakt me in principe niet uit. Want ik kan natuurlijk niet kijken in iemand anders broekzak. Yes. Of diegene het gaat redden met een kind erbij. Als diegene zich amper zichzelf kan verzorgen. Snap je wat ik bedoel? En ja. Of bijvoorbeeld, je wilt echt al heel graag kinderen. Maar je partner wil het niet of zo. Snap je wat ik bedoel? Je kan het alleen doen. Dat sowieso. Maar het wordt gewoon zwaarder. Wat vinden jullie van een lange afstandsrelatie? En zouden jullie het zelf doen? Ja, ik zou het in principe wel doen als ik je gewoon... Omdat ze dat zelf heeft gedaan. Ja, omdat je elkaar gewoon regelt. Ik zie dat het gewoon mogelijk is. Ik heb gewoon zelf gezien, laat me het zo zeggen, dat het mogelijk is. Als je gewoon beide gewoon goed kan communiceren. En ook gewoon af en toe elkaar gaan zien. Snap ik bedoel? Het is niet dat ik dan helemaal niet zie of iets dergelijks. Maar ik zie dat het best wel mogelijk is. Ik weet niet op lange termijn, snap je? Ja. Maar nu is het niet meer zo. Ik niet. Ik hou gewoon veel te veel van aandacht. En als ik bijvoorbeeld zeg, ik wil nu bij je komen slapen of zo, moet ik je gewoon kunnen zien. Anders word ik gewoon gefrustreerd. Ja. En dan ga ik de hele tijd op mijn partner afreageren. Wat jullie doen als, als je een stabiele relatie hebt, maar je schoonmoeder mag je niet? First of all, mother-in-law. I'm with your son, not you. Ja, dat is waar. Maar, dus wat ga je... het is wel moeilijk hoor. Het maar, gaat echt zuur worden dat ik hoor. Ik ga niet naar haar kijken. Ik dacht, nee. Ik heb mijn eigen moeder. Sorry, ik hoef niet naar andere mensen moeder. Ik zeg je wel mij te accepteren. Ja, ik zeg je wel eerlijk. Ik zou dat gewoon wel... Is jammer, maar wat moet ik eraan doen? Of zo, om gewoon... Snap je, niet dat iemand kan zeggen van ja, maar je hebt nooit geprobeerd om een goede relatie met je schoonmoeder op te bouwen. Ik zou het proberen, maar als het niet werkt, als je me gewoon echt niet mag, ja, dan gaat het gewoon niet. Wat zouden jullie doen als je wel een goede band hebt met je schoonfamilie, maar je partner zijn ex komt nog over de... komt nog over de vloer? Dat is moeilijk. What's happening here? Dat is moeilijk. Kijk, ik weet van mezelf. Als ik nog weet dat mijn ex, mijn partner zijn ex nog over de vloer komt bij die moeder, kom ik gewoon niet over de vloer bij die moeder. Ja. That's it. Like, oké, je mag je ex-schoondochter bij je over de vloer hebben, maar ik kom niet. Ja. Dus... Ik zou het ook niet pikken, dat zeg ik eerlijk. En ik zou die moeder ook niet erop aanspreken, want wie ben ik? Ze ken die eerder dan mij. Ja, ik zou dat niet maar dat is maar gewoon, doe wat jij wilt, maar ik maak ook gewoon mijn eigen keuze. En mijn keuze is, ik kom niet over de vloer. Ja, nee, dat snap ik. Ik vond me niet comfortabel. Ja, ik ben het daarmee eens. Wie is jullie favoriete artiest? Mijn is J. Cole. J. Cole, oké. Mijn is, weet ik veel, ik heb er zoveel. Maar ik vind Kerstol wel echt heel leuk. Ja, jawel. Ik hou echt van Kerstol. Dus. Wat is jullie droomvakantie? Droomvakantie? Mijn droomvakantie is... weet ik veel. Overal kan je naartoe gaan. Als ik dat wil. Maar ja, je moet over droomen. Ja, ik heb niet echt een droomvakantie. Nee, ik ook niet. Er zijn zoveel plekken die ik wil bezoeken, maar toch is Suriname gewoon voor mij thuis. Ik droom niet hoor. Ik heb niet echt een droomvakantie. Ik wil dat wel heel graag. Ik wil wel heel graag naar Dubai. Maar dat ik erover droom elke dag, dat niet of zo. Precies. Wat zou jullie willen veranderen aan jezelf? Dat ik te snel klaar ben met mensen. Oh ja, dat ik gewoon mijn doorzettingsvermogen, denk ik. Zou ik echt aan mezelf willen veranderen? Ja. Ik wil gewoon. Ik wil gewoon doorgericht zijn. Ik ben dat niet echt. Als jullie terug konden gaan in de tijd, wat hadden jullie dan anders gedaan? Niks. Ik had nooit ontmoet. Als je niet weet wie ik bedoel, ben je mijn vrienden niet. Ja. Ik weet precies wie. Doe zo.
Yes, precies. Ja, man. Dat is echt zo. Ja, oké, dat snap ik. Ja, ik heb niet zo'n ervaring gehad. Dus ik vind het prima hoe het zo gaat. Ik heb ook echt spijt van niks in mijn leven behalve dat. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Wauw, dat snap ik. Ik zou dat ook hebben. Wat zou jullie problemen kunnen op? Wat zou al je problemen kunnen oplossen? Wat kan jouw probleem oplossen? Nee, ik weet het niet. Er is niks, want als ik zo zag geld gaat echt mijn problemen niet oplossen. Nee, dat sowieso niet. Geld is sowieso altijd mooi mee. Maar voor nu toch wel ja. Een beetje. Ja, snap je. More. Ja, ik van mij weet het niet. Ja, voor nu. Ja, ja. Maar niet sowieso. Bijvoorbeeld over 10 jaar nog steeds of zo, maar voor nu. Als je nu 1 miljoen had, hoe zou je het besteden? Ik zou investeren. Ik zou sowieso mezelf verwennen. Dat is wel goed. Goeie. Maar ik zou echt investeren dat ik gewoon kan zeggen van yo, ik heb op mijn 20ste 1 miljoen gekregen en dit is wat ik eruit heb gehaald. Dat is een goeie. Ik zou al mijn familieleden op vakantie brengen. Ja. Dat. En huizen bouwen, is ie. Mm-hmm. Voor mijn familie, gewoon hun droomhuis. Dat. Ja. Wat is de key voor een lange relatie? Communication, man. Ik zweer. Communiceren is echt de key. Beide een geweten hebben. Ik denk als je beide geweten hebt en beide empathisch bent, dat je elkaar gewoon niet pijn gaat willen doen. Ja. Welke film hebben jullie ooit gezien met een goede plot twist die je nooit gaat vergeten? Ik weet niet. Ik heb zoveel films gezien en ik kijk echt heel kritisch films. Hè. Ik kijk heel kritisch, want als die acteerwerk slecht is. Maar wat bedoelen ze met plot twist? Dat is het opeens heel raar twist of zo. Gewoon te veel films. Ja, dan heb ik A Fall from Grace. Nou, okay. Dit waren onze vragen. Ik hoop dat we jullie... Ja, we hebben gewoon geprobeerd om zo duidelijk mogelijk antwoord te geven op jullie vragen. We hebben ook heel veel dezelfde vragen gekregen. Dus vandaar dat we dan die hebben overgeslagen. Omdat je dan ook toch sowieso antwoord hebt gekregen op je vraag. Ik ben Fenty CL. Fenty Cole in this... Oké. Cool. Like en subscribe to my best friend channel. Yes, exactly. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en delen wat jullie al zei. Subscribe. En dat was het. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En tot de volgende keer. Bye. Bye. Trouwens, mijn Instagram is down below. Okay. Doei.